De politieke partij, de Nationale Partij Suriname, de NPS van voorzitter Gregory Rusland, die viert er aankomende vrijdag 29 september hun 77-jarig bestaan. De rol, de betekenis van de NPS, daarover spraken we met parlementariër Patricia Etnel van de NPS, die dan aangeeft waarvoor de huidige NPS allemaal staat. Korte geschiedenis van de NPS, wat ze allemaal hebben betekend voor land en volk. En of het volk, en dat is dan de vraag die we haar ook stelden, is of het volk op weg naar 25 mei 2025 haar vertrouwen kan leggen in handen of zetten in handen van de NPS. De Nationale Partij wordt 77 jaar aanstaande vrijdag. En dat is toch wel een aantal jaren, of tenminste, men zou zeggen bijna, het is een mensenleeftijd aan politieke ervaring, aan bestuurlijke ervaring en ook aan wisselend leiderschap. En dat zegt al heel veel. En natuurlijk, wanneer je jarig bent, dan heb je naast de bezinning en naast de dankzegging dat de Almachtige als partij met de mensen nog een jaartje kan schenken, heb je ook dat je de mensen terug wil geven. En dat doen we dan in een feestvergadering. En u voelt zich nog altijd thuis in de NPS? Nou, vanaf ik lid ben, ja, voel ik me thuis. En dat is zo al pakweg 25 jaar dat ik lid ben van de Nationale Partij Suriname. En een partij waar ik heel veel heb geleerd. De goede, maar ook de minder goede dingen. En daaruit sterk je om verder te gaan. Maar ook een partij waarvan we weten dat we heel veel sterke leiders hebben gehad. En ook dat wat we van ze leren, de goede dingen, maar ook de minder goede dingen, dat ons sterkt om door te gaan. De zaken die u 25 jaar geleden heeft gebracht naar de NPS en dat u lid bent geworden, staan die zaken nog steeds overeind? Nou, 25 jaar geleden was ik nog ver jong. En toen was je van heel van, ja, je wilt dit veranderen en je wilt dat veranderen en dat moet binnen zoveel tijd veranderd worden. Maar dan leer je ook dat in de politiek je er niet alleen voor staat. Jij kan die hele wereld niet veranderen en je gaat de wereld ook niet veranderen. Je gaat er niet meer zijn en de wereld zal nog zijn zoals we soms zien. En met de problemen, wat je kan doen is je bijdrage leveren. En dat heb ik in die jaren geleerd, dat je goede bijdrage moet leveren. Gewoon ervoor moet zorgen dat de rol die je vervult, dat je dat goed vervult. En dat je altijd met een rein geweten verder gaat. Dat wil zeggen, wanneer je binnenstapt met de schone vingers die je hebt, zoals men het noemt, ga daarmee ook uit. Zodat aan het oru, daar zit je en dan denk je van, hé, je geweten knaagt aan je, want ik doe ze niet, sanobom. En je bent, als je in de politiek bent, is het belangrijk dat je weet dat je niet alleen maar praat over het dienend leiderschap, maar dat je dat ook tot uitdrukking brengt. En ik ben als vrouw, want toen ik binnenstapte was ik vrij jong, maar als vrouw nu zeg ik leer nog steeds. Ik maak nog steeds een heleboel mee, maar dat alles sterkt mij om verder te gaan. En natuurlijk, zoals de leiders voor mij en voor ons, als die nu in de partij zitten, hebben gewerkt aan het groter maken van de Nationale Partij Suriname, is dat ook aan ons de taak om dat te doen. Ja, je gaat een partij groter kunnen maken en de doelen kunnen realiseren als jij leden hebt en als je mensen hebt die gelooft en die geloof hebben in die partij. En dat is waar we voor gaan. En samen met de anderen, natuurlijk de voorzitter, gaan we daarvoor. Ja. Waarvoor staat de hedendaagse NPS? De Nationale Partij Suriname, zoals het 77 jaar terug de basis werd gelegd en een van de belangrijkste streven, zaken of punten voor de Nationale Partij Suriname toen was, want moro beter is ranang, veel beter dan wat het toen was, is dat nog steeds
het doel van de Nationale Partij Suriname. Van Moro Petrus Rana. En we hebben heel veel geleerd. We hebben ook gezien vanaf de eerste voorzitter, de heer Van der Schroef, tot de voorzitter van vandaag, de heer Rusland. We hebben ook gezien dat al de leiders hebben getracht dat doel te realiseren. En misschien zijn ze daar niet gekomen, maar zoals meneer Van der Schroef toen, samen met vele anderen, waaronder meneer Limapo, hebben gewerkt aan belangrijke fundamenten voor het land en voor de samenleving, hebben we ook meneer Pengel gehad, samen met meneer Van Genderen, samen met meneer Palem, hebben gewerkt mevrouw Bella Richard. Ze hebben gewerkt aan belangrijke fundamenten voor het land Suriname. Zoals meneer Aron er was, met meneer Rufus Nooit Meer. Met wijlen meneer Otmar Rogers, nu ook wijlen hoor, meneer Rufus Nooit Meer is ook wijlen, meneer Aron ook wijlen. Hebben gewerkt aan belangrijke fundamenten waarbij velen nog denken, zou de onafhankelijkheid moeten komen. Maar een onafhankelijk land is los van één belangrijk gegeven, zoals we het vaak noemen, toch uno an de moro na bakra, bakra basi e anu, uan de u egi basi. En in 1975 is dat gerealiseerd. En zoals meneer Peng, meneer Venetiaan, die nog steeds leven en we geven hem nog vele gezonde jaren, samen met vele anderen hebben gewerkt aan belangrijke fundamenten van het land, moet ik zeggen dat zij de reuzen zijn. Ze zijn de grote zonen en dochters van de Nationale Partij Suriname, maar ook van dit land Suriname. En laten we verder gaan en kijken naar de goede dingen die ze hebben gedaan, maar ook de zaken die ze niet goed hebben aangepakt. Laten we daaruit leren. En laten we ervoor zorgen dat we dat groter maken en beter maken. De minder goede dingen moeten we beter maken. En de goede dingen die ze hebben gedaan moeten we groter maken. En dat is waarvoor de NPS vandaag staat. Een partij die verder gaat en die hogerop komt. Maar de Nationale Partij Suriname, mevrouw Etnel, die is er ook niet gevrijwaard van kritiek. Ja, wat is volgens u toch wel kritiek, meest gehoorde kritiek op de NPS? Dus kritiek moet je hebben. Je kan niet losstaan van kritiek. Het zou ook niet, niet goed zijn als iedereen je zou prijzen. Dan was het nog boom. Er moet een balans zijn. En we leren eruit. En de Nationale Partij Suriname heeft door de jaren heen één ding meegekregen. En dat is vaak genoeg. Van ja, de partij straalde een bepaalde arrogantie uit. Alsof de Nationale Partij Suriname daar niet was voor de Mofinawangs. Alla het beeld van meneer Pengel. Toch van ja, Abedidrabe. Toen voor de vrouwen met de tip-tips, maar ook voor de vrouwen met de hakken. Voor de vrouwen met de Anissa, maar ook de vrouwen met die geweldige veld. Ja, dus dat waren eigenlijk de zaken voor de gedachte die er was voor de Nationale Partij Suriname. En vele mensen die zagen dat verdwijnen en dachten van, de mensen met de tip-tips, zoals ze het noemden toen, die konden niet meer bij Grunjari komen. Toch? Het waren alleen maar mensen met hoeden en hakken. En dat heeft de partij niet goed gedaan. En natuurlijk, je hoorde vaak, vanwege die arrogantie, daar komen ze niet meer. Verder dacht men, de Nationale Partij Suriname is een partij voor oude mensen. Zoals Oroes maar dit drapen. En dan soms kijk ik mezelf echt vaak in de spiegel aan. Want ik denk, zie ik er zo oud uit. Maar ik hoop van niet. Maar de Nationale Partij Suriname is voor een ieder. En we moeten ook trachten om eigenlijk dat beeld weg te werken. Maar, niet maar, en ervoor te zorgen dat we de Nationale Partij Suriname brengen naar de partij die het was. Een partij voor een ieder. Ongeacht wie je bent, als je je Surinamer voelt en je voelt je goed bij de partij, dan ben je van harte welkom. En dat is waaraan we moeten werken. En we moeten ervoor zorgen dat we kritiek niet wegslaan, maar dat we het opnemen. En datgene dat ons sterk moet maken en moet verbeteren, dat we daaruit leren.
Want soms heb je ook, dat is mijn kossie, omdat de een kossie. Maar ja, dat neem je ook mee, maar dat gaat je niet sterken. Maar het hoort erbij. Dus die kritieken, die maken ons sterk en die zorgen ervoor dat we als partij beter worden. Het is eens een partij geweest van wel eer, mevrouw Etnel, en uiteindelijk verworden tot een partij met 3 zetels. Ja. Heeft dat gelegen aan onze kiesstelsel zozeer, of zegt u meer ook aan interne zaken binnen de NPS zelf en ook aan die uitstraling van de NPS? Laat me zeggen, in die 77 jaar heeft de NPS meerdere momenten van diepe dal gekend en ook van geweldige groei. Ook onder leiding van de grote voorzitter, zoals we hem noemen en kennen, de heer Johan Adolf Pengel, zijn er momenten geweest dat de NPS geen zetels had. Maar we zijn er bovenop gekomen omdat we ervoor hebben gezorgd dat we steeds teruggaan naar waar de basis ligt. En namelijk, we moeten zorgen voor een betere Suriname, zoals we het noemen, wat moro beter is ranam. En dat moeten we uitzetten in doelen. En dat moeten we uitzetten in zaken die we moeten realiseren. En natuurlijk, de NPS heeft onder leiding van meneer Venetiaan op een gegeven ogenblik de diepste val gekend. En dat was aan het eind van het jaar 2010, waarbij we eigenlijk de zware klap kregen van 4 zetels. En tussen 2010 en 2023 hebben we alles gedaan om de kiezer te bewijzen dat het anders kan. Maar het uiteindelijk besluit ligt bij de kiezers. En we zullen blijven geloven in de kiezers, maar ook in die schepper. Want soms vergeten we dat niets vanzelf komt. Ook niet het krijgen van zetels komt vanzelf. Er is een schepper boven ons. En we moeten hem blijven vragen om kracht om verder te gaan. En daar heb ik heel erg geloof in. Dat het goed zal komen met de NPS. En natuurlijk, het zal niet makkelijk zijn. Er zijn interne zaken die we moeten verbeteren. We moeten sowieso teruggaan naar die samenleving te laten zien dat de NPS in je hart kan leven. Zoals het was, NPS, die frambo, toch? En ten tijde van Pengel, dan had je een takkie, toch? Tondrubari alleen vadong, NPS is sekigrong. En het was zo, toch? Meneer Pengel had een welbekende uitspraak: wees gerust, alles komt terecht. En het is zo. Ja, je moet niet vechten, want if was and if you all come, no fetti. En Aaron was mij eenmaal gegeven woord, zal ik altijd in stand houden. Wij plegen geen verraad, we gaan voor het volk. En dat zijn dingen die we meenemen. En blijven leven in ons. Dus we gaan ervoor dat we weer worden de partij van weleer. En daarom, 29 september, roep ik aan ieder op. Jong, oud, waar je ook bent van Suriname. Kagrunjari. Sibiruwe Bijin. En de boskopu. Dotranga. Ko arkideng. Ko arki den kringkring boskopu. Maar ko bigi lega fundament. Gise altijd uwani, want uwana san dati dat nou amoro betere srana, want asrana sa weli binunu di ano betere, ano boon stref strefi. Dus me shufa na sibi uru. En to konda we arki den boskopu. En nga makandra nga unu, da uka nakwan tu fututu, Want to Sanode, Saiko, Richard Jackson Bly. Dus, we lose their foot op chin zo.
Maar amor op Spanisch aan dat ik ook Arki de Moskou. Wat we vaak horen in die samenleving, mevrouw Etnel, is NPS is Etnel en Etnel is NPS. Ja, dat hoor ik ook vaak. En natuurlijk... Klopt het? Nou, nee. De NPS is meer dan mevrouw Etnel. En laat me dat ook duidelijk zeggen, de NPS is meer dan mevrouw Etnel. Er zijn zoveel andere gezichten. Zoveel. We hebben ook de voorzitter, de heer Ruslandplein, Nanique van Vaarseveld. Weet je, we hebben Sabrina, Rodney. Dus ik kan zoveel namen noemen van gezichten. En natuurlijk, je hebt een deel van die samenleving die van me houdt. En die, er zijn ook anderen die niet van me houden hoor. Maar dat is normaal. Dat is een gegeven. Maar ik ben dankbaar voor die ondersteuning die ze me bieden. En natuurlijk de kracht die ze me geven. En ja, we gaan door. En voor mij is het belangrijk dat we meerdere gezichten creëren. Het mag nooit alleen Etnel zijn. Het moet Rusland, Etnel, Plein en de anderen zijn. En zo kunnen we groter worden. Ja, en dat is heel erg belangrijk. Niets komt vanuit jezelf alleen. Want als je dat denkt, dan ben je niet vanuit wie je bent. God ook make you want, God ook sorry dat je het niet alleen kan. Je hebt mensen nodig om groter te worden. En zo werk ik. Ja, that's it. Als een mens, mevrouw Etnel, 77 jaar wordt, dan vaak genoeg heren, dus met takkie, je moet het nu rustig aan gaan doen. Je moet nu een hobbelstoel. Geldt dat ook zo bij de politiek? Absoluut niet. Gelukkig is een partij, een organisatie, dat belichaamd wordt door mensen. Jonge en oude mensen. En daarom is het belangrijk dat we de jonge mensen blijven brengen naar de partij. Zodat die 77 jaar een blinkende is. Toch? Het is 77 jaar aan ervaring, politieke ervaring, 77 jaar aan mensen die deel zijn geweest van de partij. Sommige van ze zijn er al lang niet meer. Maar hun kinderen, kleinkinderen of familieleden van ze zijn in de partij of anderen zijn in de partij. Maar belangrijk is dat we vers bloed blijven pompen in die partij. Zodat we, wanneer de partij 100 jaar is, dan na 100 jaar met levendige gezichten. Met gezichten met een smile. En nog een tichi. En nog een baka. Nee, a 77 wanja. Nou, een pewe loma marathon. We feta feti. En we tjara kondre. En op naar de verkiezingen, mevrouw Etnel, tot slot. Op naar de verkiezingen. Waarom zou die samenleving nog haar vertrouwen moeten stellen of zetten in de NPS? Het eerste, vertrouwen is iets wat je geeft op basis van je abwan band naar asma. En natuurlijk, de NPS is in sommige harten weggegaan, want is maar bij wraak, bij lopfasan, bij wakka. Ze voelden zich vergeten. Maar één ding weten ze, dat er een band is. En een band waarbij we één ding voorop stellen. We laten jou nimmer in de steek als samenleving. En kan de omek foto, die kan foto, naar menselijk, naar een deel voor wie. Maar hoe sabi dat apartheid doet boonsa niet toe. En laten we daaruit putten en laten we als partij uit de foto leren en sterker uitkomen. En we hebben laten zien dat we als nationale partij Suriname, zoals de basis was van de boodschap, wat moro beter is rana, dat we dat altijd hoog ophouden. Altijd stabiliteit, rust, democratie. En laat me er dit van zeggen, volk van Suriname, las maar zei Arki. We zijn vergeten in 1987. Toen we weer vrijelijk onze mening konden uiten.
Je kan weer zeggen wat je wil, want no woman no be knap looku van algo flammy dat man kon teki. Weet je wat het zou zijn als je vandaag dat recht nog steeds niet had? Wat zou Facebook stil zijn? Niemand zou wat kunnen zeggen. Weet je hoe prettig dat is? Dat je kan zeggen wat je wil, wat je denkt en je mening kan geven. Vergeet u dat niet, Surinamers. De wedergeboorte van de democratie in 1987 is een feit dat u gegeven is. En niet alleen de Nationale Partij Suriname heeft daar gevochten. Maar de Nationale Partij stond ook aan de voorlinie om daarvoor te vechten. En dat mag u niet vergeten. U mag niet vergeten dat er een moment was dat Amoni no be abwaarde fusranang. Anexi no be mandunang. Ibe go na ngawa heer koffer. Toch ino be man baywan brede. En op een gegeven ogenblik kregen we de SRD. Met nog steeds de roep van telting. Leiderschap moet het beter doen. Maar jammer genoeg. De no archi. Masara telte. Aan het demoro. Maar vergeet u dat niet, Surinamers. En misschien hebben we niet alles kunnen doen als NPS. Maar we hebben wel veel kunnen doen. En vertrouwen, dat is de basis. Je denkt terug en je zorgt ervoor dat die band die je hebt, die je creëert, dat het blijft. En neem dat mee op weg naar 2025. En laat dat u leiden. Laat het u leiden, Surinamers. Want het moet gedaan zijn met leiders die denken dat ze een loopje kunnen nemen. Met de ware intelligentie van dit volk. Want ze zijn deel en onderdeel van het volk, maar wanneer ze daar zijn, vergeten ze dat. En dan lijkt het alsof ze hier staan en het volk staat daar. En wat het volk meemaakt, maken zij niet mee. Laat het gedaan zijn met die leiders. En laten we gaan naar leiders. Sasab teruno. Sasab dat if anoto de giwi Allah. If abunde abunde giwi Allah. Laat het zo zijn. En ik hoop van harte dat die samenleving dat geloof gaat zien in de Nationale Partij Suriname. En een bewuste en een goede keuze zal maken op 25 mei 2025. Maar ik zie u alvast vrijdag aanstaande 29 september om 7 uur in Grunjari. Dank u wel. Gefeliciteerd met de partij. Yes, en ook de totale Surinaamse samenleving. Gefeliciteerd met 77 jaar NPS.